Floor Jansen, die is vooral bekend van haar doorbraak in Beste Zangers. En als zangeres van Nightwish natuurlijk. Maar Floor die slaat een hele andere, nieuwe soloweg in. En blies daarmee heel Pinkpop omver. En daar blijft het niet bij. Gewoon de directe contact en reacties vanuit het publiek was gewoon bam. En ik weet gewoon ook van mezelf na zoveel jaar of ik wel of niet goed gezongen heb. Ik zing niet zo gauw niet goed, maar tussen goed en gewoon ja, zit nog wel wat. En ik had die absolute yes factor gewoon afgelopen vrijdag op Pinkpop. Ja, fantastische ervaring. In 2023 komt mijn soloplaat uit en ga ik ook weer opnieuw toeren. Zowel in Nederland als in Duitsland en Oostenrijk en Zwitserland. Dus ik ga nou ook de Nederlandse grens over voor het eerst. Maar zeker ook in Nederland in 2023. Vanwege Beste Zangers ben ik eigenlijk spontaan solo-shows gaan doen omdat er zoveel vraag naar was. En het was gewoon hartstikke leuk om te doen. En nu is het wat meer uitgedacht in de zin van, nou gaan we met een heel album een hele productie maken. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik bedoel, 20, 25 jaar muziek maak ik al en dit ga ik voor het eerst doen. Dus ook wel weer lekker om iets nieuws te doen. Toen deze song voorbij kwam, was het voor mij voor het eerst dat ik echt voelde van ja, dit is hem. Het grappig genoeg is het niet geschreven door mij, maar het past helemaal bij wie ik ben, hoe ik denk. En wie ze is. En wie ze is. Juist. En wie is zij voor jou? Zij, dat is een beetje het probleem. Ik neem je gewoon even mee naar het kantoor van een platenmaatschappij. En daar zit vaak een A&R manager, een artist en repertoire manager. En die zegt, we hebben Floor Jansen getekend. En dan denkt iedereen, dat is te gek, want inmiddels kennen we met z'n allen Floor Jansen, de Beste Zangers enzovoort. En Pinkpop, dat zag je hem eventjes. Ja. En dan ga je met z'n allen hebben over het repertoire. Wat gaat deze vrouw dan zingen? Want uiteindelijk is het natuurlijk wel de frontdame van Nightwish, een gigantische band. Die zit er natuurlijk ook een beetje thuis van, ze gaat solo. Zij was ook al een keer ingestapt voor een andere zangeres. Hè, dus, maar dan moet je dus repertoire gaan zoeken. En ik denk dat dat bij haar gewoon echt een hele grote uitdaging is. Want zij kan gewoon alles. Ze kan heel veel met haar stem. Maar dat hebben we toen bij Beste Zangers ook gezien. Ja, en je zou haar gewoon een hele goede soul track kunnen laten zingen. Maar inderdaad ook symfonische rock of iets met een opera. Dat doet ze. Ja. Dus uiteindelijk, wie is straks de artiest Floor Jansen waar jij of jij een kaartje voor gaan kopen? Ja. Want dan heb je nog niet aan één hit. De eerste single is er nu. Die scoort gewoon goed. NPO 2 heeft die ook opgepakt en gezegd, dit is de plaat van deze week. Maar je moet nu gewoon gaan bouwen wie het en wat is het merk Floor Jansen. Daar ben ik zelf super benieuwd naar. Ja. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, lastig. Ik vind het wel heel leuk dat zij zo goed weet wie ze is. Ik vind het zo lekker als iemand dan gewoon kan zeggen, ik heb heel goed gezongen. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook geen jong meisje, jongen. Nee, die, niet onzeker. Het is geen Jody Bernal die gewoon zegt, hier, boem, heb je een hit. Moet ik dat ook? En zij weet wel, zo langzamerhand wel wat ze kan. Maar dan nog, ze was gewoon altijd onderdeel van een grote band. Dan kan je soms ook een stapje achteruit doen. Dan krijgen we gitaarsolo. En als jij even je dag niet hebt, dan kan de band je gewoon echt steunen. Maar nu moet ze het allemaal zelf doen. Ik ben echt reuze benieuwd naar wat het is. We gaan dat meemaken.